En een hele, hele, hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, het is vandaag maandag 9 uur in de ochtend en het is de 14e. Mijn lieve met het pleegbroertje had vandaag jarig kunnen zijn, maar ja, ook helaas is die er niet meer. Maar, dan kan het pret niet drukken. Het gaat met mij weer aardig goed. Hondje is vannacht beneden geweest. Gaat ook weer aardig goed. Maar ik wens jullie bovenal een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ja, en ik wens jullie allemaal ook een hele, hele goede morgen toe. Dat hondje is dus vannacht beneden gebleven. Hij is lief gebleven ook. Hij heeft niet liggen te huilen, zodat ik naar beneden moest. Dus dat ging perfect. En ik kwam beneden, ja, toen lag hij op de grond. Maar ja, dat moet hij zelf weten. Het gaat aardig weer de goede kant op. Dus ja, ik denk dat hij gewoon zijn poot ook verrekt heeft in zijn slaap. Of verkeerd gesprongen is. Het gaat weer aardig beter, hij huppelt weer wat rond. Dus ja, daar ben ik alweer heel, heel, heel erg blij om. En ik had dus alleen nog die boven. Meeuw! Zou ik ook zeggen? Hé? Zou ik ook zeggen nou? Ja! Nou, en die was dus boven. Hé? Heb je spek gelijk de weg? Ga eens weg. Goed zo. En die was boven. Dus het ging allemaal hartstikke goed, hè? Ja, het ging allemaal hartstikke goed, hè? Ja. Lekker een meisje, ja. Vinden we allemaal zo lekker. Dat, ja, wat dat er gaat, ben ik reuze blij dat het op deze manier toch weer beter gaat. Dat, ja, ik hou meneertje Woef af. Laat ik de voorlopig de komende nachten beneden. Ja, hoeft hij geen trap te lopen, niks. Mag hij eigenlijk ook niet, maar ja. Na het overlijden van mijn man begon hij dus te janken, echt te janken. En ik kreeg hem niet stil. En hij wou me mee naar boven. Nou, en ik probeerde hem tot beneden te houden. Ja, totdat hij tussen mijn benen doorglipt en wel naar boven toe. Ja, laat hem dan maar. En, maar het gaat nou weer aardig. Ik ben blij om. Maar doet het goed, toch? Trots op mijn hondje. En het mag best gezegd worden. Ja, ik ben ook trots op jullie hoor. Maar trots op mijn hondje. Juist. Mijn lieve vrienden, het is prachtig maar weer. Ik heb de deur open. Het is nog wel fris. Ik heb mijn vest daarom nog aan. En ik hoop dat het warmer gaat worden. Ik kan de vest ook weer uit. Maar de deur die staat in de verloop. Ik krijg 10 uur visite. En ik hoop dat ik van tevoren nog even naar de dekenmarkt kan gaan. Maar ik betwijfel het. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later op deze dag. En geniet van elkaar en van het mooie weer en van de dingen die je doen gaat. Doei, doei. Nou, dan leg mijn hondje dan voor Pampers. Ja, hij loopt wel weer aardig, maar hij heeft toch nog wel veel pijn. Dat verneem ik aan zijn lopen. Maar ik hoop dat het toch met rust overkomt. Ik probeer deze paar dagen even uit te kijken hoe het gaat met hem. Lukt het al niet, dan zal ik even naar de dierenarts toe. Maar in ieder geval, het is zulke mooi weer. Ja, het is heerlijk. En ik heb dus vanochtend al visite gehad. En ook, voor een stief kwartiertje, zoiets, heb ik de man van Zwerelo gehad. Nou ja, omdat ik visite had, is hij maar weer weggegaan. Maar ja, hallo, ik had toch niks voor hem te doen, dus bekijk het maar. En ik zal nu even een bakje koffie maken voor mezelf. En ik ben voor de pc bezig, voor de groep van de 50-plussers. Ben jij trouwens 50-plus? Ben je van harte uitgenodigd om lid te worden van mijn club? Of zeker een groep, de 50-plussers, de club van de 50-plussers, op Facebook.
die is van mij. En ik heb meerdere groepen. Dus kom er maar bij. Gezellig. Ja. En neem je vrienden en vriendinnen maar mee. Als je in de 50 plus wilt. Wil je in de andere groepen? Nou, die zijn voor alle leeftijden vanaf 18 jaar. En de rest dat, ja. Enkele 50 plus. Dan moet je echt 50 wezen. En niet jonger, want dan kom je er niet in. Nee, want je moet de vraag beantwoorden voordat je toe wordt gelaten. Want meld jij je aan, krijg je een kaartje met een vraag. Die vraag moet jij beantwoorden. En dan word je pas toegelaten. Of, ik heb een hele lieftallige moderatrice, dat is Astrid. Die doet het ook nog op de ouderwetse manier. Die gaat iedereen langs te screenen. Heb jij niks in je info staan, word je ook niet toegelaten. Nee, moet wel duidelijk kenbaar wezen dat jij 50 jaar bent. Of ouder. Is niet kenbaar, word je ook niet toegelaten. En ik zelf, ik ben een beetje strenger. Ik let op de vragen. Ja. Ik let op de vragen. Hebben jullie die beantwoord? Laat ik je toe. Heb je het niet beantwoord? Laat je staan totdat je het wel beantwoord heeft. En anders heb je pech. Dan leg je eruit. En dan moet je weer opnieuw melden dat je lid wilt worden. Wees dan slim om wel de vragen te beantwoorden. Moet je toch bij de politie en bij de rechter ook? Dus ja, dit is ook zo'n gevalletje. Dan word je gewoon niet binnengelaten. We moeten streng zijn, want we willen geen kinderen of wat dan ook erbij. Nee, want dat hebben, die staan ook voor de deur hoor. Kinderen van 16 jaar, nou wat denk je zelf? Nee, het is een club vanaf 50 jaar en ouder. Ja, al zou je 100 zijn, mag je nog lid worden. Maar ben je 49? Ja, pech, wacht je maar totdat je 50 bent, kom je dan maar weer terug. Ben je andere maand jarig? Geldt hetzelfde, kom je maar terug wanneer je 50 bent. Dus ja, denk erover na en kom gezellig bij me. Ja, dat is leuk. Dat, ja, lieve vrienden, ik ga weer verder. Ik ga bakje koffie maken en ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei, doei, doei. Nou, er zit er eentje op de knieën voor me. Ja, om even de onkruid eruit te halen. Want de radijsjes beginnen al te komen. Ja, die staan daar. Maar er staat nog wat en ze denken dat het Afrikaantjes zijn. Maar ja, dat heb ik niet gezaaid, dus dat is door de wind gekomen. Geen idee. Dus ik ga dat allemaal even staan. Ik kan er altijd nog uit. En zo is dat. En dan wordt het weer een beetje netjes en overzichtelijk. En dan hoop ik dat de sla ook straks te zien is. Want ik moet al die hand leggen nou ergens. Somewhere. Daar heb ik sla in gedaan in die vakken. Ja. Maar ja, we merken het wel. Doet hij het niet, doet hij het niet. En de radijsjes doet het in ieder geval wel. Tot zover. Deze moet je even een beetje water geven. Ja, maar dat mag nou niet met de zon erop. Nou, dat is soms Maar oké. En de druivenstruik, die doet het ook goed. Kijk, die begint ook weer lekker te groeien. Ja, daar ben ik blij mee. Dus hebben we ook weer, weet ik van wanneer witte druiven. Ja, witte druifjes komen eraan. In augustus wordt er gezegd. Nou, ook daar heb ik geen verstand van. Maar ja, het wordt toch weer lekker gedeeld. Want wat heb ik er in mijn eentje eraan? Ik ben niet de druiveneter. Dus ja. En mijn man die wou die toen hebben. Dus die heeft hem geplant. Maar het was niet alleen nog om mijn man. Maar ook nog iemand anders. Die ons nou heeft laten stikken en laten barsten. Want ze denkt dat ze zelf hoger en meer is dan dat wij zijn. Niemand is hoger of wijzer dan dat wij zijn, want we zijn allemaal gelijk. We zijn er namelijk allemaal mensen van vlees en bloed. Ja. En of je nou meer geleerd hebt of niet, maakt twee keer niks uit. Je bent een mens, gelijkwaardig. En niet de ene hoger dan de ander. Nee. Dus ja, zo zijn er meerdere mensen. Dus ja, daarnet ook even eentje op Facebook moeten waarschuwen.
Die dacht ook dat hij belangrijker en beter was dan dat wij zijn. Nou, dan komt hij van de koude kermis terug. Simpel zat. Dus ja, Chris is lekker bezig. Ik denk dat het bijna klaar is. Ziet er weer keurig uit. Ja. Enkel, ja, volgens de geleerde is dat Afrikaan. Ja, ik heb geen idee. Geen idee, wordt gezegd. We laten dat nog maar even... Even hangen en staan en het doen. Dus ja. Komt goed. Hé, mijn hondje die loopt wel weer een beetje, maar heel moeilijk. En hij slaapt heel veel. Hé, Woefie. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei, doei. Nou, lief. Hé? Ja, gaat alweer nog weer een stukje beter met meneertje hier, hè? Nou, die rode is ook al uitgeteld. En ons prinsesje is net weer wakker. Hé, meisje? Oh ja? Oh, is dat zo? Nou dan. Hé? Oh, gosje. Nou, ja. Yeah. Nou, Chrissy is dus ook weer weg, want ja, die moest nog naar de kapper toe. Ja. Ja, ze heeft een huiskapper, maar zij moet daar naartoe, want die huiskapper heeft weer een kindje. Dus ja, die kan ook niet altijd weg. Maar ja, maakt niet uit, die gaat dus ook lekker onder de schaar, onder de mees of wat dan ook. En ik ga voor mijn verjaardag weer, en dat is andere maand, dan ga ik weer, ja. En dan hopen we ook dat dit beter gaat worden. Ja, dat kleurtje. We gaan nog steeds voor paars. Dus ja, we zullen het beleven. En anders zien we het wel weer wat het wordt. Wie weet, wordt het groen. Nou en, je leeft maar één keer. Kun je te gek doen, moet kunnen. Wat is je man? Oh. Oeh. 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 Hij is boos. Hij. Nou man. Nou, dan zien we nog dat hij toch weer aardig wat doet met zijn poot, hè? Maar ik laat hem vannacht nog wel lekker beneden. Het is niet zijn voorpoot, maar het is zijn moet ik even weer denken, zijn rechter achterpoot. En dan hadden we er weer van alles mee, maar meneer is ook kwaad. Dus ja, er is iets wat hem niet zint. En dat vindt meneer niet leuk. Nee. Doe je even rustig, man. Maar lood. Maar oké. Hij gaat zijn gang maar. Hij voelt het het beste. Ik voel er gelukkig niks van. En ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ervan van de avond. Ik kom straks nog wel toe, want het is bijna avond. Het is nog geen avond. Om 6 uur wordt het pas avond. Ja, oftewel, dan moet ik even denken hoor. 18 uur, geloof ik toch? Ja, 18 uur wordt het pas avond. En dat is het nog niet. Nee. En ik moet ook nog eten. En dat hoeft ook nog niet. Dus ik zeg, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden. En toen was het alweer avond. Hè? Ja, het is 6:55 op die klok daar. Ja, 18:56. Ja, dat ik ga snel de keuken in. Want ook ik moet nodig gaan eten. Druk gehad de hele dag. En op Facebook, dus ja. En mijn hondje die moet nog weer even wat eetjes, hè. Ja, nou. Ja, die heeft zijn bakje ook leeg. Die wil nog weer even wat bij hebben. Ja, nou, Mieuska. Je bent lief. Ja, je krijgt zo. Dat ik ga als de bliksem de keuken in, even mijn stok pakken, anders kan ik niet lopen. Zo, mijn stokkie. En dan gaan we eens snel aan de slag. En ik eet tuinboontjes met een rookworst erdoorheen. En voor de rest, ze bekijken het maar, ja. Dus het komt goed. Ik zou zeggen, tot straks. Doei. Hey man. Hey man. Hey kerel. Ga jij daarbij liggen, liefie?
Ja, het is prachtig mooi weer. Het waait wel. Het waait ook best. Maar oké. Vooraan de zee valt het nog wel reuze mee. Hé, man? Met jou. Hé? Ja. Ja, toch? Zo, dat is even een fiets met remmen. Zo dan. Een fiets met remmen. Hé? Ja, ik... Ze zijn aan het oefenen met schieten, maar momenteel even stil. Daarom nam ik jullie eigenlijk even mee de tuin in. Dan konden jullie het horen. Ja, maar ja, helaas. Pindakaas! Hé, ja nou. Kijk, en dat zat zo mooi bij. En die, ja, dat hield mijn man bij, maar... Krijg ik niet voor elkaar, ja, een paar dingen die doen. Die heeft Chrisje bijgesnoeid en bijgeknipt en bijgedaan. Ga je even van mijn handdoek af, daar zit ik op met je dikke kont. Ja, nou, dat staat er ook weer netjes bij verder, al dat onkruidenraad. Ja. Wij met z'n drie, vier, ja. Ik bedoel, Karen Degen hoort er eigenlijk ook bij, maar die kennen we nog niet helemaal persoonlijk. Die woont ergens anders, maar die komt andere maand ook in beeld. Ja, rondom mijn verjaardag komt Karen Degen ook in beeld. Dat is ook een surrogaatzusje van ons, ja. En dat is ook tevens een moderatrice van mijn 50-plus groep op Facebook. Ja, dat is een schat van een vrouw. Oh, zo lief. Ja. Ik zal eens vragen of ik een foto van haar mag laten zien in de vlog. Ja, dan zal ik ook haar weer noemen, benoemen. En natuurlijk Astrid erbij en Chrissy en ik zijn de gek. Ja, en wij zijn gewoon de vier musketiers, zeg maar. Ja. Wij doen veel met elkaar, we lachen met elkaar, we huilen met elkaar, we bellen met elkaar. Ja, dat moet allemaal kunnen. Ik dacht, ja, helaas, Karen kunnen we nog niet persoonlijk. Maar dat komt andere maand wel goed. Dan komt ze hier een paar dagen logeren. Hartstikke leuk, hartstikke tof. Gewoon geweldig. En het schieten houdt nou in één op. Vind ik ook niet leuk. Ik had het jullie willen laten horen. Maar ja. In ieder geval, ik ga even kijken met jullie naar mijn aardbeien. Kijken of daar al wat roods aankomt of wat dan ook wat op een aardbei lijkt. Zo, nou, zit er al een stukje van een aardbei bij? Ik moet het water geven. Dat moet ik. Zien jullie dat? Ja, moet water op. Kijk, daar nog een bloemetje. Wow, geweldig. Ja, geweldig. Nou, dat is een vlinderstruik. Dat is, hoe heet het nou, lavendel? Dat varen ze daar is ook lavendel. Nou ja, dat is die druivenstruik natuurlijk, wat ik al vanmiddag zei. En van de week al een keer eerder. En dat zullen jullie ook al haast weten. Die kaartjes kunnen trouwens er ook wel uit, niet? 1, 2... Even bij de camera kan het weggegooid worden. Ja, dus komt allemaal wel goed. Ja hoor, toch of niet dan? Ja, dingen stoppen die erin. Voilà. Hé, rode dakhuis. Oh, daar gaat mijn kleintje ook weer. Hé, met de dwergkat. Familie van een dwergkat. Ja, de mama was een ras echte dwergkat en de vader was gewoon een huistuin- en keukenkat. Ja. Nou ja, en mijn prinses... Oh, hé, luister en huiver. Ik hoop dat jullie het mogen behoren. Thank you.
Nou, het is maandagavond en er wordt dus er weer flink op losgeschoten. Ik hoop dat jullie het horen. Knal, 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 knal. En was hij stil. Weer. Nou, hoe sterker de wind het deze kant op draagt, des te beter je het hoort. Maar ja, in ieder geval, lieve vrienden, dat is het. Ik hoop dat jullie het mochten horen en anders hebben we pech gehad. Allicht ga ik van de zomer eens eventjes, wanneer GTSD af is gelopen, die kant eens een keer op kijken waar het is. Want ik weet als Heldenaars niet eens niet waar het is, nee. Dus ja, zit hij weer op mijn handdoek? Bomber, hé. Hé, ga je bannen hoor. Van mijn handdoek af, weg. Zo. Ja. Dus lieve vrienden, we gaan weer naar binnen. Want ik wil straks natuurlijk uiteraard GTS te zien. En het is daar al 8:45. Wordt zelf dronken van mijn gedraai. Ja, 19:45. Dus ja, ik ga mijn koffie lekker opdrinken. En komt het allemaal wel goed? En voor nu zeg ik een hele fijne avond. Dat zal vast wel lukken met God zegen erbij. Wat ik jullie ook toewens. Ik wens jullie ook een liefdevolle avond toe. Ga jullie niet voor de buis zitten. Dat zeg ik ja. Doe wat jullie willen doen. Geniet daarvan. Ga je nog buiten zitten met een vuurkorfje aan. Doe dat vooral. Maar let op. Wees je buren of achterburen, naastburen, overburen niet lastig met je rookoverlast. Want oh wee, als er iemand is die echt COPD of een andere longziekte mocht hebben, die hebben daar alleen nog maar last van. Ik heb COPD. Het is niet fijn als ik mijn buurman zijn barbecue ruik. Nee, dan doe ik de deur al dicht. Kan er niet tegen. Zo zijn er meerdere dingen waar ik niet tegen kan. Onder andere houtkachels, open haarden, mist. Kan ik niet tegen. Blijf ik liever binnen. Maar ja, je moet er wel eens uit. Dus ja. Maar in ieder geval, denk daarom aan al die mensen om jou heen. Als je een vuurkorf aandoet of wat dan ook, als je buiten gaat zitten. Dan kan je beter, het is al niet zo gezellig, maar toch kan je beter een, hoe noem je dat, een terrashaard aandoen. Die ruik je niet. Zo'n elektrische, weet je wel. Nou, dan doe je die maar aan en anders heb je die niet, dan doe je maar een jas aan. Simpel. Dat, maar in ieder geval, ik blijf lekker binnen, want we hebben goede tijden, slechte tijden. Daarna is er even geloof ik niks aan, maar om 9:30 hebben we een hele mooie serie. En dat is Good Doctor. Ja, dat is een dokter die heeft autisme en die is hartstikke goed. Die moet je echt gaan volgen. Ik volg hem al vanaf het begin en ik blijf hem volgen tot het einde. En dat is net zo goed met goede tijden, slechte tijden. Die volg ik al vanaf het begin. Dus ja. En je begint die namen allemaal te vergeten. Er komen zoveel namen in de loop der jaren voorbij. Ja. Zoals Ludo is er nog steeds. Janine is er nog steeds. Nina is er nog steeds. Dan heb je, ja, je hebt nog meer diegenen die er nog steeds zijn. Maar in ieder geval, het is te veel om op te noemen. Maar ik kijk daar altijd graag naar. Dus dat ga ik ook lekker doen. Ja, en ik ga tegen jullie zeggen. Slaap lekker voor later op de avond. Met mooie dromen. En tot aan de andere kant.